Weet je aan wie ik echt een grenzeloze kankerhekel heb? Dat zijn mensen met dreadlocks die dan gaan backpacken in Azië. Waarvan ik moet denken, oeh, die doet lekker wat hij wil. Oh, dat is een vrije geest. Oh, wat een vrije ziel zeg. Oh, dat is echt een ruimdenkend mens. Dat denk ik nooit. Ik denk alleen, luister vriend, als je geen geld hebt om met vakantie te gaan, blijf dan gewoon lekker thuis, vuur spugen en je veel te dunne hond aaien. Ja? En ga niet de rijke bink uitlopen hangen in arme Aziatische landen en daar opgaan in de cultuur, omdat je zo fucking echt en breed geïnteresseerd bent en hangen met de locals, want dat doe jij, hè? Jij hangt lekker met de locals op een stoepie, hè? Want jij bent geen toerist. Fuck the Lonely Planet. Jij denkt niet in hokjes, hè? Jij bent heel bijzonder mens, hè? Want mensen zijn mensen, dat begrijp jij. En dit is mijn vriend, Pad Thai. En Pad Thai, daar heb ik al 2 keer gegeten. En toen heb ik mezelf een geitenharen trui gegeven om te laten zien hoe een wereldmens ik ben, ja? Er is niemand in heel Thailand die als jij de hoek omkomt denkt, hey, daar heb je een van ons. Niemand, niemand. Ze denken allemaal, hey, daar heb je die mafkees, ja? Die weirdo bij wie er om totaal onduidelijke redenen stront en kralen uit zijn hoofd groeit. Ja, die gierige profiteur die wel 700 euro voor een vliegticket heeft, maar geen geld om hier fatsoenlijk uit eten te gaan en een westerse fooi te betalen. Ja, maar het gaat mij erom dat we allemaal mensen zijn en de wereld is van iedereen en iedereen is van de wereld. Oh, wat mooi. Wat mooi, leg eens uit. Nee, dan klopt er geen reet meer van. Oké.